noorden van Congo, ten westen van het Kilomoto-mijnveld, zijn er Belgische vennootschappen die goudhoudende ertsen exploiteren. Eerst heeft men de plaatsen deze ertsen moeten opsporen om daarna hun goudgehalte te bepalen. Het was het werk van de mijnzoeker of prospector die, geholpen door een kleine ploeg inlandse arbeiders, zijn weg heeft gebaand door de Afrikaanse bossen en bergen tot aan de stromen wier zand en grind gewassen en wier dalen met putten doorgroefd werden op zoek naar het edelmetaal. Het onderzoek bestaat in het wassen der bodemmonsters in een soort ijzeren schotel of pan, waarmede men de lichter materialen kan laten afvloeien en de zwaardere bestanddelen weerhouden en aldus het goud, dat een groot soortelijk gewicht bezit, af te zonderen. Het opsporen van ertsen gaat in het algemeen met buitengewone moeilijkheden gepaard. En men kan begrijpen dat na een geslaagde trek de mijnzoeker zijn blijdschap moeilijk kan verbergen. Vooreerst wordt er in het algemeen naar goudhoudend grind gezocht. Maar dikwijls ook moet de prospector naar goudhoudend kwart zoeken in rotspleten en gangen. Grote afstanden door wouden, moerassen en bergen moeten dan niet meer afgelegd worden. Maar het ontgravingswerk is harder, want men moet evenwijdige grachten graven in het vaste gesteente, rechthoekig op een zekere richting, de richting van de kwartsgangen, wier ligging dus eerst dient vastgesteld te worden. Het opgedolven kwartsmateriaal wordt nauwkeurig onderzocht, want soms vertoont het goudpuntjes, meestal nochtans moet het fijn gemalen en gewassen worden, vooraleer men zich van de tegenwoordigheid van goud kan vergewissen. De diepgelegen ertsgangen worden door middel van boringen opgezocht. Het doelmatigste middel is de diamantboor, waarmede men de hardste rotsen kan doorboren en een staal uit de steenlagen snijden die alle gegevens van de ondergrond toelichten. Men verkrijgt aldus ook bodemstalen die men aan een scheikundig onderzoek kan onderwerpen. De grondmonsters opgedolven uit de groeven die gegraven worden om naar de goudhoudende ertsen te zoeken, worden eerst gewassen en dan vergruizeld. Gewoonlijk weegt zulk monster 100 kilogram. Dat gewicht wordt tot 20 kilogram herleid en dan in een molen met kwik vermalen. Zoals men weet, bezit het goud de eigenschap zich met kwik tot een amalgaam te verbinden dat gemakkelijk door wassen in een schotel van het poedergesteente kan afgezonderd worden. Het goud uit het amalgaam te trekken volstaat het dit te verwarmen en om het goudgehalte van het monster te bepalen blijft er dan nog slechts over het afgezonderde goud te wegen. Sommige ertsen bevatten goud dat in het kwik niet wil oplossen omdat het met andere bestanddelen reeds verbonden is. Daarom is het geraadzaam het gesteente dat reeds met kwik vermalen geweest is te onderwerpen aan een nader scheikundig onderzoek waarin een klein monster van het fijn gemalen gesteente met doodglit en fijn gepoederde houtskool en soda vermengd in een vuurvaste kroes versmolten wordt. Het goud voorhanden in het gesteente legeert zich dan met het lood en het volstaat het lood in een zeer poreus kopje
onder toevoer van lucht te smelten tot 1100 graden om het goud af te zonderen bij het poreus bakje de gevormde loodoxide opslaat. Goud wordt dan gewogen om alzo het goudgehalte van het gesteente te bepalen. Nadat men aldus door het een of ander middel het goudgehalte van het grind of van het gesteente vastgesteld heeft, kan men tot de eigenlijke ontginning overgaan. Wanneer men te doen heeft met goudhoudend grind dat zich in de beddingen van rivieren afgezet heeft, wordt het grind opgedolven en in houten goten, de zogenaamde sluizen, gewassen. De keien en rotsblokken worden door roosters verwijderd en de fijne materialen door water in de goten weggevoerd, zodanig dat de zwaardere bestanddelen, waaronder het goud, zich kunnen afzetten tegen de dwarsregels die op de bodem van de sluizen gespijkerd zijn. De zware materialen, die men zwart zand noemt, worden dan vergaard in een ijzeren schotel en gewassen met of zonder kwik om het goud eruit af te zonderen. Zulkdanige goudwasserij heeft veel water nodig. Liever dan met pompen te werken verkiest men zo mogelijk dit water tot de wasserij te brengen door middel van kanalen die uitvloeien uit een kom die men gemaakt heeft door zekere delen van een nabijgelegen stroom af te dammen. Het erts wordt met luchthamers of door middel van ontploffingsstoffen uitgehouwen. En het is merkwaardig te zien hoe vlug de inlandse werklieden zich deze moderne werkmethodes eigen maken. Het opgebrachte erts wordt naar de wasserij gevoerd die hoofdzakelijk uit cilindroconische molens bestaat, waarin het erts door middel van ijzeren kogels gemalen wordt. Het steengruis dat uit die molens komt, wordt opgenomen in een sorteringstoestel die de grove korrels naar de molens terugstuurt en de fijne bestanddelen doorlaat naar de goudtafels waar het goud uit het gruis afgezonderd wordt. Een deel van die tafels is met fluweel bekleed, een ander deel met koperen platen waarop kwik gestreken werd. De ene, zowel als de andere, vangen het goud op. Om het stelen van het goud te keer te gaan, zijn die machines van gesloten roosters voorzien. Bovendien worden zij regelmatig iedere dag en in tegenwoordigheid van een blanke opziener van hun goud of amalgaam bevrijd. Dit laatste product wordt gefilterd en gedistilleerd tot enkel het edelmetaal overblijft. Dit goud moet dan nog verwerkt worden vooraleer naar België gezonden te worden. Men begint met het te wegen en met borax of soda te vermengen.
wordt het in een kroes gesmolten, zodanig dat wat onrein is als slag bovendrijft en men gemakkelijk het zuivere goud in een vorm kan gieten om goudstaven van 10 kilogram te verkrijgen. Goudstaven worden met de meeste zorg gewogen en ingepakt, naar Hoboken verzonden, waar zij verder gezuiverd worden, om eindelijk in de Nationale Bank van België aan te landen en daar min of meer lange tijd te verblijven. De gouddelverijen van het Aruwimi-gebied geven werk aan ongeveer 7000 inlanders, waarvoor speciale dorpen gebouwd worden in de onmiddellijke omgeving der mijnen. Maatschappijen verschaffen aan hun werknemers niet alleen woongelegenheid, maar ook voedsel en alle geneeskundige hulp. Zij bezitten een centraal hospitaal waarheen gekwetste of zieke werklieden van de naburige mijnen met ambulantiewagens gevoerd worden van zo haast bijzondere geneeskundige hulp noodzakelijk blijkt. Naast het hospitaal bestaat er een centrale apothekerij met genoeg geneesmiddelen om de afgelegen posten in ieder mijngesticht van alle nodige geneesmiddelen te voorzien. Daar is ook nog een operatiezaal voor alle heelkundige bewerkingen. Het blanke personeel is ook goed verzorgd. Ingenieurs, dokters, beambten en opzieners verblijven in schone woonsteden. Ze leiden een tevreden leventje en zijn de maatschappij die hen te werk stelt zeer verkleefd. 'S Avonds, na volbrachte arbeid, kunnen zij huiswaarts gaan om in een gezellige huiskring uit te rusten en soms ook wel met dankbaar genoegen te dromen over de weelde onze kolonie.